Gaan jullie ook schaatsen? Nee. Nee, dat doen we niet. Gaan we niet schaatsen? Nee, dat doen we niet. Kan niet schaatsen. Het is gevaarlijk voor onze gezondheid. Daarom. Oh, dus je komt vanmiddag ook gezellig, of niet? Ja. Dat vind ik altijd heel gezellig. Kijk uit, hè, Pieter. Het kan glad zijn, hè? Nou, dat valt wel mee, zeg maar. Want voor je het weet, zie je op glad ijs, hè? Ja. Ik moet even oefenen. Ik ben Zuid-Afrikaanse vrouwtje. En wij schaatsen niet zoveel in Zuid-Afrika, maar gaan het toch proberen voor mijn Nederlandse publiek. Je mag lekker met je kinderen hier komen. Er zijn reindeers en zijhonden op de schaatsbaan voor de kinderen die niet kan schaatsen, bijvoorbeeld ik. Maar het is zo gezellig, je kan de schaatsen hier huren en een pannenkoek lekker binnen eten en voor de rest genieten. Hallo. Hallo. Meneer Frans Tuy. Goedendag. Goedendag. Nou, wat een heel fijne ijsbaan. Ja. Ik dacht bij mij, ik ga halen hem een beetje opvrolijken voor de kinderen. En de ijsbaan ligt er eindelijk. Nou, wat er mag gebeuren is dat de kinderen die hier komen schaatsen, het is maar €5. En de ouders kunnen gezellig feest vieren hier zo. We hebben artiesten in de tent. We hebben heerlijke pannenkoeken. En het is ook nog zo, onder de 12 jaar, dus maandag, dinsdag, woensdag, kunnen ze gratis schaatsen. Vind je dit leuk hier op de schaatsbaan? Ja. Wat zit jij op? Wat is dit? Zeehond. Is dit een zeehond? En vind je het leuk? Ja. Schaatsen. Schaatsen en... Oh, en schaatsen met wie? Met Piet. Vind je het spannend dat Piet naast je staat? Nee. Nee. Je bent heel dapper hoor. En jij in je witte schaatsen, je ziet er heel professioneel uit. Ja, ik zit nog niet. Ja, ik doe sinds kort doe ik kunstschaatsen, maar ik ben nog niet echt op les geweest. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Jullie zijn allemaal, jullie zijn broertjes en zusjes. Nee, wij zijn broer en zus en dit. Is mee, maar het is eigenlijk een soort van mijn zusje. Dus. Oh, leuk. Nou, laat ons zien wat jullie kan doen op de schaatsbaan. Heel goed! Nou, Gerry, vertel. Dit is de eerste keer. We hebben een ijsbaan hier bij de pannenkoekenhuis. Ja, een paar ongelukken hier, maar we hebben de zeihonden en de reindiers. Ja, dat is de eerste keer. En we zitten hier vanaf 1 april en eigenlijk willen we gewoon dit soort dingen jaarlijks gaan organiseren. En steeds een stukje groter. Het hoort hier. De buurt heeft het nodig, de mensen hebben het nodig. Er moeten gewoon dingen ontplooid worden. En dat is de reden dat we eigenlijk gezegd hebben, we gaan dit jaar doen iets kleiner als dat we van plan waren. En hopen dat we daarmee kunnen groeien naar gewoon een heel mooi evenement wat jaarlijks terugkomt. Ja. En wat kan mensen verwachten dan? Zo, je komt met je gezinnetje, wat kan ze verwachten? Ja, ze kunnen verwachten dat ze gewoon heerlijk kunnen schaatsen voor €5. Dan mogen ze de hele dag blijven, dan krijgen ze hun schaatsen bij. Ze kunnen binnen in het restaurant een pannenkoekje eten, ze kunnen in het café kennen ze heerlijk een gloewijntje drinken, een chocomelletje halen. Nou, fijn voor de kerst. Ja, dat is op zich wel weer lekker. En ja, daar hangt gewoon een heel leuk sfeertje. Elke zondagmiddag hebben we een hele grote artiestenparade. Lokale artiesten die gewoon elke zondagmiddag vanaf een uur of 3 de sfeer erin gaan brengen en zorgen dat de mensen waarvan hun kinderen aan het schaatsen zijn, daar binnen lekker een borreltje kunnen doen en wat kunnen eten. Muzikanten uit Haarlem of uit heel Nederland? Ja, in principe uit heel Nederland, maar we proberen elke week een Mike Daanen, Leslie Rosbach, gewoon ook de lokale helden uit Haarlem daarbij te betrekken. Ik hoop gewoon een hele hoop mensen, een hele hoop kinderen die gewoon heel erg gaan genieten van het stukje ijs wat er ligt. En dat heel veel kinderen leren schaatsen en ja, gewoon heel veel plezier voor de mensen. Tot wanneer is de ijsbaan open? 5 januari is de laatste dag. 6 januari moeten we hem helaas weer opbreken. En dan stopt het voor dit jaar. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon.